Even rust. Ik ben zo niet mee! Pak het dan vast! Dames en heren, vandaag gaan we klimmen. En deze game heet een moeilijk spel die gaat over klimmen. En dat gaan we nu ook doen. Want het schijnt dus een rage game te zijn. Ik weet niet of jij de game in het verleden kent. Waarschijnlijk zie je nu daar beelden van. Van een guy in zo'n pot. En dan met zo'n hamer die dan zo dingen wegtikt. En dat val je elke keer. Nou, daar lijkt het een beetje op. Dat is een beetje dit. Maar nu gaat het dan over klimmen. Ik ben heel erg benieuwd, man. Even kijken. Grab rechts. Grab links. En dan zo gaan we klimmen. Yo, hey bro. Welke rage game, man? Dit gaat prima. Gaat ook soepel, trouwens. Oh. Ging dat takje breken? Kijk nou, joh. Kijk nou, joh. Hey, ik sprint er doorheen, gast. Ik sprint er doorheen. Oh. Hoppakee. Hoppakee. Moet ik hem even zien, joh. Hey. Hey, ik ben gemaakt voor deze games, hè. Ah! Oeh, ik hield me nog vast. Sorry. Ja, dus zo gaan we eeuwen door. Oké. Dat heeft helemaal niet zoveel nut. Wacht even. Oh, glompende flunk. En dit is de tutorial. Goed. Oké. Straks pak je ineens zo'n bosje vast. En dan is het ineens een... Ah, doe normaal, man. Ik ging toch gewoon naar rechts, man. Zit er ineens zo'n mierennest in dat bosje, zeg maar. Kan dat? Kan dat in de game? Even een beetje rust pakken. Ja, ik heb hem vast. Oké. Okay. Oh, waarom doe je dat? Waarom deed je dat? Oké, okay, dit moet ik niet doen. Ik moet rechts doen. En dan met één hand. En dan vasthouden. Ja. Oké, okay, en nu? Waarom moet ik naar links? Fokker snoefloekere pampie! Wat is dit voor kuts? Ik ben nog steeds bij de tutorial. Oké, okay, wacht. Slingeren. En go. Yes, baby. Dan moeten we links los. Yep. Oké, okay, deze houden we hier vast. Prima. Kom op. Kom op met je vingers. Met je... Oh, hij wil hem ook niet. Hij wil hem niet pakken. Nee. En nu? Ik doe een soort Superman move. Oh, okay. Nice. I saved it. Oké, blijven. Rustig, relaxed. Ja. Ja. Blijf hangen. Relax. Oké, de linker moet iets meer hierheen. Ja, de rechter moet iets meer hierheen. Oké, hoe ga ik nu omhoog? Ik hang nu vast. Wat nu? Ik moet daarheen, toch? Oh, kijk deze move. Oh! Hoe ga ik dat daarheen? Oh, neem de rust. Ja! Ik ben er! Oh, mijn gelukje! Ik heb het gered! Oké. Ja. Oh, dat ding is glad. Tuurlijk is dat ding glad. Logisch. Stuk hout. Oh, dat breekt. Tuurlijk breekt dat hout. Oké. Ja. Overkant, kut. Even de eerste linker. Yes, kijk nou eens even. Dit doet hij. Dit is een checkpoint, of niet? Huh. Oef. Wat is dit voor move? Dit is sick. Ik doe een hele vette move. Oh! Oh mijn glut. Ik moet helemaal opnieuw. Ja, kunnen. Ja. Oh my god, ik liet gewoon een boel los van enthousiasme. Dat was niet gepland. Het is moeilijker dan je denkt. Kan ik je vertellen. Yep, dank je. Oké, okay, dit hout kan breken. Nee, kan niet. Oké, okay, heel goed. Ja, hier ging ik best wel snel doorheen. Ja. Kijk, dit gaat goed.
Oké, dus hier moet ik naar links zwepen. Swipen. Nee, niet swipen. Een soort van bewegen. Een soort van... Ah! Oh mijn god, ik deed het gewoon. Ik deed het gewoon. Ik deed het gewoon. Dames en heren, ik heb het gedaan. Waar moet ik nu heen? Ik moet nu naar rechts. 1, 2. Hup! Dat is echt een kutvent is dit. Nee, maar even zo. Dan zo. De physics zijn best wel pittig in deze game, man. Omdat je een soort van jezelf wegduwt. Oeh, dat was nippertje. Dat was nippertje. Kijk, ik moet één keer zo en dan zo. Oh, nice. Oké. Kom dan. Ja. Het is echt moeilijk, omdat... Kijk, als ik, nu doe ik niks, maar als ik nu omhoog ga... Kijk, dan ga je, zie je al dat handje naar beneden gaan, zie? Door het gewicht natuurlijk. En als je naar rechts gaat, dan gaat die om die soort van rok heen. Dus het is best wel een eerlijk gevoel van physics, lijkt wel. Maar kom op, kom op. Dit red je toch, vriend. Dit red je toch. Huh. Ja! Oh, dat was sick! Dat was sick! Oh, dat ding is glad. Dat ding is zo glad als een glijdende condoom. Oef. Kom, waarom heb ik nu ineens moeite mee? Mijn handen die krampen nu al. 1 en 2 en 3 en 4 en 5. Bro, ik ben sterk. 6, 7, 10 en 9, 10. Hij is wel sterk. Dat geef ik hem wel. Nice, nice, nice. Zijn we nog steeds in de tutorial? Volgens mij wel, hè? Of eerste level. Oké, dit gaat goed. Oké, maar hier moet ik dus naar rechts toe. Oké. Dus als ik nu dit doe... Ja, zo... Yes, baby. Yes, baby. I'm a dinosaur. Yes, baby. Yes, baby. I'm a dinosaur. Oké, noem mij een dinosaurier. Want ik ben niet alleen oud, maar ik ben ook nog eens next level. Oh, kut. Hoe gaan we dit doen? Moet ik hier iets meer... Ik moet denk ik hoger gaan, hè? Ik moet daarheen. Links. Omhoog. Nee, kut, 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 kut. Kutzooi, man! Oh, mijn handen krampen, jongen. Wat een kutspel. Oké. Okay. Hier naar links, hè? Dus doen we zo. En links. Lekker, man, lekker, man. Volledig vertrouwen. Volledig vertrouwen. Ging helemaal goed. Oké, en hier... Ik denk dat ik dichterbij moet. Ja, ik denk dat ik... misschien niet zo dichtbij. Ik denk dat ik vanaf hier moet springen. Dit gaat mij niet lukken weer. Ik heb gewoon geen zelfvertrouwen. Hoe ga ik dit doen? Wat is dit voor lange afstand? Want als je... Langzaam hier langs gaat. Ik denk dat ik vanaf hier zo moet doen en dan. Huh, en dan er in één keer langs. Dan moet ik loslaten. Ga ik dat doen? Oké, gaat ie. Slinger. 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 Huh. Zo! Dat was zo'n klein beetje! Dat was een fucking mini penis van een bever! Ik zweer het, ik was zo dichtbij. Helemaal weer opnieuw. Maar kijk mijn speedrunnen. Kijk mijn speedrunnen.
kut. Kijk, mag ik weer naar beneden speedrunnen. Heb je ook een omgekeerde speedrun? Dat zeg maar, hoe sneller je naar beneden valt, hoe sneller je de speedrun hebt gedaan. Je had dat bosje. Je had dat bosje. Het had voor je moeder kunnen zijn, dat bosje bloemen. Heb je gewoon laten hangen. Ja. Moeder helemaal ontevreden. Moeder wil niet meer met jou omgaan. Dat je dat bosje bloemen hebt laten hangen daar op die berg. Ben je serieus? Elke keer dit stukje, hè? Je hebt daar... Je hebt... Huh? Ik ben zo dichtbij! Pak het dan vast! Spreid je adem! Kale kut! Ja! Oh, lekker man. Lekker goed gespreid. Oh, lekker man. Ik spreid altijd mijn armen voor jou nu. Oh, nee! Oh, kut. Moet ik helemaal weer opnieuw. Dat meen je niet. Dat meen je niet. Oh, oh. Gaan we... Spreid je fucking arm. Spreid je arm of ik breek hem. Ik zweer het je. Come on, man. Spreid je fucking arm. Je bent zo dichtbij. Dank je. Oh. Dit meen je niet. Moest even tot 10 tellen. Op donderen, je gaat niet vallen zo snel al. Je gaat niet vallen zo snel al. Wat doet Milan? Gaat hij vallen zo snel al. Je gaat niet vallen zo snel al. Ik neem even een moment. Ik neem even een moment voor mezelf. Waarin ik even zit van... Hier ben ik. Hallo? Ik neem even een moment voor mezelf. Zodat ik even weer opnieuw op adem kan komen. Oké. Ik heb nog steeds geduld. Ik ga niet boos worden. Het is niet raar. Het is gewoon een game waarin je niet moet nadenken over de verschillen die er zijn in de wereld. Ik bedoel, iedereen is anders. Iedereen is anders. Iedereen heeft wel dezelfde soort... Nee, niemand heeft dezelfde soort. Nee, niemand. Iedereen is anders. Maar toch zijn we allemaal hetzelfde. Wat is het toch mooi in de wereld. Kijk, een beetje positieve energie. Prima, prima, prima. Oké, vertrouw erop, Milan. Vertrouw erop. Links naar rechts. Kijk, 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 kijk. Dan kan ik dit ook. Dan kan ik dit ook. Dan kan ik dit ook. Links. Dan links naar rechts. Oh! Heilige Slatloe! Slaaslu! Maar wat nu? Moet ik onderlangs? Oh! Even rust. Dat deze game trouwens heel goed is voor zwangere vrouwen, denk je niet? En normaal zwangere vrouwen die op het moment staan om te vallen. Oké, gaan we. Fucking schijt. Fuck, man. Ik heb dat geleerd. Ik zag een...
Ik zag een kinderpsycholoog. Ja, dat kijk ik. Moet ik naar rechts of naar links? Naar rechts. Nee, ik moet niet naar rechts. Wat de fuck doe ik hier? Ik zag een kinderpsycholoog. En die zei dus... Die vrouw die zei... Als kinderen boos zijn met gamen... Moet je niet zeggen tegen hun... Het is maar een spel. Want kinderen zijn nog niet zodanig ontwikkeld dat ze snappen... Dat het een spel is. En hoe ze daarmee om moeten gaan. Nee. Je moet zorgen dat je de kinderen... vertelt dat het vervelend is. Dat ze hebben verloren. Of dat er iets is gebeurd in de game wat niet is wat ze wilden eigenlijk. En... Daarbij... Is het soms slim om een alternatief te bieden. Zoals bijvoorbeeld... Jumping jacks. Of in de lucht wegstompen. In plaats van dingen kapot slaan. En dat deed ik even net. Dat deed ik even net. Ik ging net even in de lucht slaan. Dat heb ik geleerd van de kinderpsycholoog online. Ik ben me aan het voorbereiden om oom te zijn, dus ik lees heel veel dingen over kinderen. Ook geleerd dat kinderen onder de 2 jaar niet langer... Of eigenlijk onder de 2 jaar geen schermtijd moeten hebben. Dat is slecht voor de ontwikkeling. En kinderen onder de 6 jaar moeten niet langer dan... een uur per dag schermtijd hebben, want anders missen ze... allemaal belangrijke woorden die ze moeten leren. Ze missen namelijk nu gemiddeld 1000 woorden per dag... die ze nodig hebben in de communicatie. Omdat ze te lang achter hun scherm zitten. Ga via het rad. Ga via het rad! Dat is een mogelijkheid? Oké, wacht. Dat ga ik zo meteen doen. Maar ik hoef niet meer via het rad, want ik ga niet meer falen. Is dit een shortcut? Shortcut waarheen? Shortcut sneller naar het water of wat? Oh, je kan dit doen, denk ik, zo. Nee, ik weet niet hoe dat werkt via het rad. Ik was zo ver, hè. Ik was gewoon bij een checkpoint, bro. En wat doe ik? Ik was zo blij dat ik daar was. Gevoel dat ik veilig had. Ik was niet eens in de buurt van veiligheid, man. Echt waar. Dat was op het nippertje. Oké. Okay. Waar sprong ik? Ik sprong vanaf hier volgens mij, hè? En dan met mijn linkerhand. En dan ineens omhoog deed ik. Toen kwam ik heel ver. Is dit het verst wat ik kan met mijn linkerhand? Je hoeft niet zo overdreven. Nou, dit red ik niet. En naar beneden is niet zo moeilijk. Het is meer omhoog. Dat is lastig. Zeg ik terwijl ik gewoon nu ineens als een speer ga. Ik ga het even oefenen. Oké, daar zit dat ding. Dus ik doe... 1... 2... Hup! Nee, dat is te kort. Dat is te kort. Ik moet echt meer die... Flip maken omhoog. 1. 2. 3. Fuck, man!
Oké. Even oefenen met die linkerhand. Ja, dat was hem. Dat was hem. Als ik die nog een keer doe... Ik had hem. Kan je zwiepen met je muis? Ik ga met de muis proberen, ja? Ik ga met de muis proberen. Ik ga een compleet andere tactiek. Oh, dit is wel even anders met de muis. Maar heb ik nou het gevoel dat het beter gaat? Lijkt dat zo? Nee, het gaat niet beter. Nou. What the fuck? Okay. Ik doe dit met de muis. Dit is even wel wat anders. Oh, come on, man. Ik doe spatiebalk ook gebruiken om omhoog te pushen. Oké, ik ga weer muis of toetsenbord gebruiken. Of kont. Oh, bro. Ik krijg echt kramp. Het zijn bewegingen die ik gewoon nooit maak, man. Ik bedoel, geef mij twee vingers en een gat. En ik kan dingen, maar... De game wil mij nu in hele rare vormen leggen. Dat ik denk, dit is niet fijn. Ik heb echt last van mijn... binnenkant duim. Hier. Ik stop. Ik mag niet stoppen. Ik moet bij het checkpoint moet ik stoppen. Bro, de concentratie is zo hoog. Ik denk dat ik in jaren niet meer... Oké, even de swing oefenen. Nee, dat was hem niet. Dat was hem niet. Kut, ik moet dit zometeen wel even goed kunnen. Hier is de jump. De jump der jumpen. Iets hoger. Oké, linkerarm. Hier bij dat groene denk ik dat ik mijn voet vasthouden. Slinger. Krijg de tyfus. Yo, één in de chat als je denkt dat ik het ga halen. Lager? Ik had lager gemoeten. Oké, ik ga zometeen kijken. Ik ga even de chat lezen voordat ik weer iets stoms ga doen. Jullie weten het namelijk allemaal. Want jullie hebben de game natuurlijk al lang allemaal uitgespeeld, of niet? Hè? Jullie weten dat die game... jullie hebben hem allemaal al uitgespeeld. Oh, Milan, ga je het nu pas spelen? De game is al 3 dagen uit. Ja, is cool, man. Is goed, man. Jullie hebben zeker ook allemaal een opleiding piloot gedaan. Ja. En de universiteit. Ja, en terwijl je de universiteit eet, heb je ook nog eens een paar miljoen verdiend. Ik weet niet hoe, maar dat gebeurt. Hè? En je hebt op het juiste moment crypto gekocht. Tuurlijk. What the fuck is dit voor move? Ja. Jullie weten het allemaal. Ik ben degene die clueless is. Slinger. Dat is niet hoe het moet. Ja, ik moet hem nog eentje hoger hebben, volgens mij. Oké. Hier dus niet. Lager, zeiden jullie, hè? Lager. Dus hier? Moet ik hem hier doen? Of nog lager? Hoger? Ja, maar ik was net hier. Ik zat net hier. Oeh, daar ging ik bijna. Mijn controller is ook heel gevoelig.
Hier stond ik net. En toen zeiden jullie... Lager. Moet ik hem dan hier doen? Oké, hier denk ik dan. Hier? Is dit hem? Puntje. Ja, ik kan hem hier niet echt vastpakken. Hier, kijk. Dit is risico. Dit. Hier zo. Moet ik hem hier vasthouden? Is dit hem? Oké, gaan we. Ik maak een Santonti! Ik ben helemaal klaar. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben er helemaal fucking klaar mee. Fucking game. Bedankt voor het kijken. Tief op.